Goedendag. Mooie foto hier van tulpenvelden in Schagen. De tulpen die staan er mooi bij momenteel na het zachte weer van de afgelopen tijd. De komende week zal dat anders zijn, in ieder geval qua temperatuur. Want het wordt een stuk frisser. Het wordt eigenlijk een beetje te koud voor deze tijd van het jaar. Voordat we daarna gaan kijken wil ik u eerst iets anders laten zien. Want u weet misschien dat mijn collega Wilfred Jansen... en mijn collega Wouter van Berneweek in de Verenigde Staten zijn momenteel... om daar achter tornado's aan te jagen... Ze hebben de zonsverduistering ook al meegemaakt. En afgelopen nacht ontving ik deze beelden. In Arizona werden zij geconfronteerd met een zogenaamde stofhoos of een dust devil zou u wilt. En u ziet hier van alles door de lucht zweven. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Dat is over het algemeen allemaal droog gras, tumbled wheat, zoals dat ook wel wordt genoemd. En uh, ja, dat gaat met deze wind natuurlijk uh, behoorlijk de lucht in. Hier kunnen we dat mooi zien. Dat is een flinke windhoos die daar voorbij trok. En daar zijn mooie beelden van gemaakt. En het, ik heb nog een verrassing voor u, want het was er niet één, maar het waren er twee. Het was een heuse tweeling. Dat krijgen we zo ook mooi te zien. Kijk, vlak bij elkaar twee van die dusdevils daar in de woestijn van Arizona. Mooie beelden. Overigens zijn dusdevils over het algemeen. Ja, vrij ongevaarlijk en zijn niet te vergelijken met tornado's. Die zijn natuurlijk heel veel gevaarlijker. We gaan terug naar Nederland. Ook daar hebben we veel stof op het strand. Dat zien we hier mooi. Het strand van Noordwijk met donkere luchten boven zee. Want dat is een koufront dat vanmiddag over Nederland trok. En dat uh, ging niet uh, helemaal ongemerkt. Want er waren forse buien met regen, hagel, onweer en zware windstoten er waren zelfs windstoten die richting de 90 kilometer per uur gingen. Dit zijn de radenbeelden, waren eerst wat prefrontale buien, maar deze lijn, dat is dat koufront daadwerkelijk. Daar zat die wind op. Die windstoten werden daarop gemeten. Er was ook een hele mooie windsprong te merken van zuidwest naar west. En dat niet alleen, de temperatuur ging ook flink onderuit. Want de temperatuur was opgelopen naar zo'n 10, 11 graden. Achter het front was het een graad of 5. Trok overigens vrij snel allemaal. Zo aan het eind van de middag is dit wel het land uit. En krijgen we nog te maken met losse buien. Hier nog even die windstoten. Uh, dit is een kaartje van drie uur vanmiddag boven het westen van het land. Ja, daar was dat front al gepasseerd. En dan zie je windstoten die tot ruim boven de 90 km per uur konden oplopen. Landinwaarts nog niet van die zeer hoge windstoten, maar dat zal ongetwijfeld in de loop van de middag nog wel anders geworden zijn, omdat daar dat koufront op dat moment nog moest gaan passeren. Nou, hoe ziet het er vanavond uit? Dan vallen ook buien in Nederland. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 7 graden en sommige buien die gaan gepaard met onweer. Verder waait het nog steeds stevig. Een vrij krachtige tot krachtige wind uit het westen-noordwesten. Aan zee kan de wind zelfs hard of stormachtig zijn. Windkracht 7 tot 8 in de loop van de avond gaat die wind geleidelijk aan wel afnemen. Maar goed, hier en daar een bui, dat blijft toch echt wel mogelijk? En dan komen we uit bij de weerkaart voor dinsdagochtend. En dan zien we een laag drukgebied boven de Oostzee liggen. Dat is eigenlijk een sturende laag voor die Noordweststroming, waar wij mee te maken hebben gehad vandaag en ook morgen. En verder een hoge drukgebied boven de oceaan. En dat hoge drukgebied dat zorgt ervoor dat wij in die noordelijke stroming blijven. En dat er dus vanaf zee ook met. Regelmatig wel buien worden aangevoerd. Morgen vooral in de westelijke helft en zuidelijke helft van het land. Donderdag een uitlopen van het hoge drukgebied. Kan het allemaal even wat rustiger zijn. Maar vrijdag, u ziet het hier alweer gebeuren, komen er weer nieuwe buien. En ja, richting de Alpen, daar kan gewoon weer een pak sneeuw ook gaan vallen. Dat is helemaal niet uitgesloten. Wat we dan wel zien gebeuren, is dat dat hoge drukgebied geleidelijk aan in het weekend, maar met name ook na het weekend, iets meer invloed gaat krijgen in onze omgeving. En dat kan dan de buienactiviteit wel wat Gaan onderdrukken. Dan blijft het wel fris, want die windrichting die blijft in die noordhoek zitten. Maar het is wel droger weer en de nachten kunnen dan ook kouder gaan worden. Laten we de kaart van dinsdagmiddag maar eens bekijken. Dan zien we dat het een graad of 10 zal zijn op de meeste plaatsen. De wind die waait uit een west-noordwestelijke richting en is matig tot vrij krachtig en er trekken dus buien over. Overigens, ik denk dat hier in die zuidwesthoek daar toch nog wel veel wind zal staan. En ook bij de buien kunnen dan nog wel windstoten voor gaan komen. De dagen erna blijft het wisselvallig met die lage temperatuur voor de tijd van het jaar. 10 tot 12 graden staat er momenteel als maximum temperatuur voor het midden van het land. Normaal gesproken is het toch wel een graadje of 14. Nachttemperaturen iets boven het vriespunt of iets 4 tot 5 graden. Maar verder is het toch wel aan de koude kant. En in de periode hierna kan het zelfs nog wat kouder worden. Ik kom daar zo op. Die wind die blijft in die noordwestelijke hoek zitten. Dat betekent dat er van zachte lucht geen sprake is. En het weerbeeld is dus ook vrij wisselvallig. Dan heb ik hier een grafiek van de windrichting. De kans op welke windstreek er dominant gaat worden. En dan zien we veel groen de eerste dagen. En dat betekent dat de noordelijke winden zullen overheersen. Op vrijdag komt er dan eventjes tijdelijk wat meer een zuidwestrichting in. Maar dat is echt tijdelijk, want daarna komt het groen weer terug. En ook het blauw, dat is een noordoostenwind. Groen en blauw. Noord-noordoost, dat is toch wel een koude windstreek. En dat betekent dat ook volgende week die temperatuur waarschijnlijk niet al te hoog zal zijn kunnen we mooi zien aan de temperatuurpluim. Want die gaat nog niet echt omhoog. Wat we wel zien is dat de nachten kouder gaan worden. En dat komt omdat het weerbeeld rustiger gaat worden. We krijgen vaker met opklaringen te maken. En met name in de nachten kan het dan iets meer gaan afkoelen. En dan kom je toch wel in de buurt van het vriespunt. Zien we dan helemaal geen tendens dat de temperatuur omhoog gaat? Ja, dat zien we wel. Langzaam maar zeker wordt het toch wel weer wat zachter volgens deze pluim. Maar dat is nog wel ver weg. Nog een fijne dag.